16e editie van onze mooie schaatsbaan. Speciaal welkom aan de mannen die net het openingsgeweld hebben verzorgd. Dat is de koninklijke fanfare Sint Cornelius uit Fortemullen. Ze zijn hier met hun slagwerkgroep, de jeugdslagwerkgroep en hun opleidingsorkest. We hebben al applaus voor gegeven, maar graag nog een keer applaus voor de opening. Zoals aangegeven, 16e keer IJsselstein, we heten nu Winter Extravaganza. We hebben een aanloopje gehad, we hebben de opbouw gehad, we zijn vorige week begonnen, de tent is gezet, de vloer is gelegd. We hebben een enorm grote bouwploeg van denk ik 15 mensen, die eigenlijk de hele week in de weer zijn geweest om ons IJsselijs gereed te maken. En ik denk dat ze hun taken meer dan goed hebben volbracht. Ik ben niet zo heel lang van stuk, want uiteindelijk willen we schaatsen, daar gaat het allemaal om. Vanaf deze positie wil ik wel een paar mensen bedanken, net genoemd de bouwploeg, ook de mensen van de vrijwilligers die de komende 4 weken alle schaatsblokken moeten gaan bemannen, de kassamedewerkers, maar ook een speciaal woord van dank aan de gemeente. Zoals jullie wellicht hebben kunnen zien, ze zijn bezig met de verbouw van het gemeentehuis, dus het is heel druk op het plein, maar in goed overleg met de gemeente en aannemer van de Horst. Hebben wij toch het geregeld gekregen dat de baan op onze vertrouwde plek kan komen te staan. Het is een nieuwe gemeente. Misschien waren mensen er wat angstig voor, maar ik kan echt vanuit mijn positie als voorzitter van het IJsselstein zeggen, er is niks veranderd en zeker niet slechter geworden. Daarom mijn dank. Ik ga het woord geven aan onze wethouder, meneer Gilsen. Ik hou hem op en de eer is aan hem om het officieel te openen. Ja, dankjewel. Ja, de 16e keer al hier het IJsselstein. Ik mag het al voor de 2e keer openen. Dat doe ik ook heel graag. Als gebiedswethouder mag ik ook af en toe wat dingetjes knippen. Nou, dat doen we vandaag niet. Ik hou het ook heel erg kort. Want volgens mij staat iedereen te wachten om van deze prachtige ijsvloer gebruik te maken. Ik wil wel voor iedereen die hier is en voor degenen die zo hard gewerkt hebben, dan hoort wel een applaus bij. En ook voor iedereen die financieel heeft bijgedragen. Want zonder financiële ondersteuning, dus die mooi langs de kant staan, kun je zoiets niet realiseren. En als ja, daar heb ik al net doorgekregen en als klap op de vuurpijl is het vandaag ook nog eens gratis schaatsen. Dus wat dat betreft denk ik dat de sponsoren en ook de organisatie een heel groot applaus voor hebben. Oh ja, er hoort ook wel een zakelijke mededeling bij. Je kunt gratis schaatsen, je moet dan even een bandje halen bij de ingang, zodat we precies weten hoeveel mensen hoeveel er binnen zijn. En dat is ook zo'n stukje voor de veiligheid. Hartstikke fijn dat we ook de gat hebben. Wat kunnen we krijgen nou? Bandje. Oh, de bandjes. Ja, deze liggen de bandjes, dus daar moet je ze halen. Nou, ik ga het inderdaad niet lang maken. Volgens mij zijn jullie allemaal getrappelen. De muziek zit klaar om nog een mooi deuntje te spelen. We moeten ook niet te lang wachten, want dan krijg je dat de blauwe lippen. Dus dat schiet ook niet op. Dus bij deze is de 16e extravaganza IJsselstein geopend. IJsselstein 2023 is geopend en ik sta hier bij Toon Pelzer. Toon, hoe voelt het? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als andere jaren. Hè? Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we dit organiseren. Nee, het voelt natuurlijk super goed. Hè? We hebben net de opening gehad, we heel veel jeugd. Als je gewoon ziet hoeveel vreugde dat brengt, gewoon hartstikke leuk. Het is allemaal weer goed verlopen. Veel werk, maar ja, je ziet waar je het voor doet. Het is natuurlijk hartstikke mooi. Het geeft ook veel voldoening, daar ben ik eerlijk in. Toon, ik hoorde bij de opening net ook al van dat er goed overleg was geweest. Dat er toch plaats is gemaakt voor de ijsbaan dit jaar vanwege de verbouwing van het gemeentehuis. Had het nogal wat voeten in de aarde of ging het makkelijk?
Nee, dat viel op zich mee. We wisten natuurlijk dat het gemeentehuis een flinke verbouwing zou ondergaan. Dus we zijn in een vroeg stadion zijn we natuurlijk gaan overleggen, met de gemeente aan tafel gaan zitten. En we hebben inderdaad veel voet in de aarde. Nee, het gemeentehuis staat in de... Ja, iedereen komt hier binnen, drukte van je welste. Nee, het gemeentehuis staat natuurlijk in de bouwhekken, zoals jullie gezien hebben. Vorige week heeft de aannemer de hekken wat verplaatst. Waardoor wij toch voldoende ruimte hebben om de baan neer te leggen. En voldoende ruimte rondom de baan. Want de veiligheid is natuurlijk een belangrijk aspect bij ieder evenement. Ja, en als de kijkers nou denken, wat een herrie. Inderdaad, het is hier een herrie. Iedereen komt af en toe een keer binnenstormen. Wat anders, vrijwilligers, hebben jullie die genoeg? Ja, genoeg. We hebben er heel veel gelukkig. Ik denk wel een 80-90-tal, maar we moeten natuurlijk ook heel veel bemannen. Ieder schaatsblok hebben we 2 toezichthouders nodig, een kassa-medewerker. Dus we zouden best wel wat vrijwilligers kunnen gebruiken. Dus ook meteen een oproep als ik daar gebruik van mag maken. Het is niet zo dat je hele periode beschikbaar moet zijn. Maar heb je een keer een schaatsblok, dat zijn meestal een uurtje of 3. Kun je meld je even aan, ga naar de website of naar de info uit winterextravaganza.nl. Meld je nog even aan, want hoe meer handjes, hoe makkelijker het gewoon is om het voor ons rond te krijgen. Nou Toon, heel veel succes en ik zou zeggen, ga de schaatsen onderdoen. Ja, dat zou ik ook tegen u zeggen, maar u kwam met de krukken binnen, dus ik denk dat we dat maar laten voor wat het is. Nou, heel erg bedankt en hopelijk zien we jullie wel aan de baan. Oké, veel succes. Dankjewel hè. Ja, en we staan hier bij Maarten Jielissen, de wethouder. Ja. U hebt net de opening verricht hè? Ja, zeker. Dat was voor het 16e IJsselstein in Bochtmeer. Voor mij de 2e keer. En dan heb ik meteen een vraag. Hoe lang is het geleden u op het schaatsen heeft gestaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar moet ik heel even over nadenken. Maar dat is toch wel een hele poos geleden. Ik moet echt denken dat zal misschien wel 40 jaar geleden zijn. En ja, hier staan schaatsen genoeg. Waagt u zich dit jaar nog eraan of niet? Nee, dat kan ik maar beter niet doen. Mijn benen staan is niet meer van die jaar dat ik dan nog heel makkelijk meer de voeten kan. Ik gun de kinderen de ruimte zonder dat er oudere mensen op de baan zijn. Maar even wat anders. Het is natuurlijk een heel geweldig festijn dat we dat in de gemeente hebben kunnen houden. Ja, ik vind het prachtig. Vorig jaar hadden we echt veel moeite natuurlijk, want toen zaten we met de energiecrisis in volle hevigheid, waar de prijzen opliepen. En lukt het allemaal nog wel. Toen hebben we in goed overleg dat een vervolg kunnen geven. Nou, en toen het eenmaal weer na corona weer stond, konden we in dit geval weer, dit jaar was het alweer een stukje makkelijker. Maar het is ieder jaar weer een hele uitdaging om het op en neer te zetten. Want sponsoren heb je nodig, die zijn uitermate belangrijk om. En je hebt de gemeente ook nodig om te ondersteunen. En nu was het nog een tikkeltje moeilijk, want we zijn het gemeentehuis aan het verbouwen. Dus de uitdaging is aangegaan en hij staat er weer hartstikke mooi bij. En volgend jaar mag hij hier dan ook weer staan? Ja, als het goed is wel, dan zijn we met het gemeentehuis natuurlijk al een heel eind op streek. Dan is eigenlijk denk ik de buitenkant alweer klaar. En zijn we nog binnen nog de laatste hand aan leggen, want in principe is de bedoeling dat we begin 25 gaan verhuizen. Dus dan gaan we misschien vanuit het gemeentehuis de ijsbaan nog kunnen bewonderen. Nou, ik zou zeggen veel plezier, want we zullen vast af en toe wel eens even een kijkje komen nemen. Ja, zeker. We gaan zeker een kijkje nemen. Het zijn hartstikke mooie dagen om ook eens een keer een kijkje te nemen aan alle plaatsen van Land van Kuik. Fijne avond. Zeker, dankjewel. Graag gedaan.